Yo, kijkers van ShadowGames23, ik ben Ronald en vandaag heb ik voor jullie even een soort van speciale video over mijn Pokémon Platinum serie die ik binnenkort ga doen. Vandaag ga ik jullie alles uitleggen over de challenge die ik ga doen. Want wel, normaal Pokémon Platinum spelen kan iedere Total Dubface. Alleen wel, er zijn allerlei leuke dingetjes om het een beetje spannend te maken. En ja, ik heb gekozen voor de Nuzlocke Challenge. En uh, ja, ik zat gewoon om random op Google te zoeken. Ehm. Um... Challenge voor Pokémon Platinum. En toen kwam dat. Dus, um, ja, ik zal jullie even kort om uitleggen. Um, de regels um, die erbij zijn, zijn um, wel. Iedere Pokémon die dus eigenlijk dood is gegaan, die uitgeschakeld is, mag je niet meer gebruiken. Die is in principe dus dood. Die moet je of vrij laten, of die moet je gewoon uh, ergens opslaan of zo. Je mag hem in ieder geval niet meer bij je dragen en dus ook niet meer gebruiken. Um, uh, tweede ding... Um, ik, de trainer dus, mag op iedere route, dus bijvoorbeeld route 1788, mag ik maar één Pokémon vangen. En als dat niet raar genoeg is, mag ik ook alleen maar de eerste Pokémon die ik tegenkom op die route alleen maar vangen. Dus als ik bijvoorbeeld uh, op route 7788 het Bidoof tegenkom en ik kom op uh, route 8799 weer een Bidoof tegen... Dan uh, wel GG. Ik mag ze allebei vangen in principe. Omdat het wel ten Dus verschillende routes. Maar dat ga ik dus niet doen. Dus dan vang ik op die route geen Pokémon. Wel nog twee Pokémon dus Dan word ik een beetje. Uh, weer. Na, nou, of het moet ten zijn. Een hele speciale Pokémon zijn. Die ik. Um, uh, later weer kan gebruiken. Want er zitten dus wel wat. Um, um, ja, hoe, hoe noem je dat? Additjes onder het gras. Want stel dat je vangt dus. In principe twee bidoofs. Op die twee verschillende routes. Dan heb je ze dus in principe. Twee Bidoofs voor de prijs van 1. Als die ene Bidoof dood gaat, heb je dus weer een andere. Dus ja, dat is wel erg handig. Goed, derde ding. Uh, ik heb hier op mijn andere scherm heb ik de regels. Even kijken. The world, dat ik Oh ja, als je dood gaat, zeg maar in principe. Oud of Pokémon heet dat. Dan ben je in principe dood. Game over. GG. Uh, stop de gameplay maar. Het is klaar. Leeft goed over. Dus uh, ja, dat is ook best falend. Maar. Um... Eh, uh, ja, dan het laatste ding. Die challenge heb ik er dus zelf bij bedacht. Ik weet niet of het hier tussen staat, maar ik lees het even een beetje globaal. Um, als mijn beginners Pokémon, dus of een Turtwig, of een Piplup, of een Chimchar, eh, uh, doodgaat, dan stop ik er ook mee. Want wel, er is in principe geen zak meer aan natuurlijk. Want wel, je beginners Pokémon is in principe je belangrijkste Pokémon. Dus, um, ja, als die doodgaat is het, uh, GG. En, ehm... Um... Uh, ja, Pleefgroe overigens. Dus. Maar goed, um, wat ik ga doen is... Um, ik zei wel, ik ga pas beginnen met deze playthrough wanneer ik de Bloodstained Vest 5 heb afgerond. Wel, dat gaan we wat anders doen. Want ik ga dus aankomende vrijdag op mijn vakantie. Dus wat ik ga doen is ik upload deze denk ik op... Donderdag of op woensdag moet ik even kijken. En dan upload ik deel 1. Waar ik in principe mijn beginners-Pokémon zou kiezen. Upload ik dan dus of donderdag of vrijdag. Jullie zien dit waarschijnlijk dan allemaal. Oké, okay, het klinkt misschien super superfalend. Maar uh, ja, dan hebben jullie de hele uh, ja, mei vakantie de tijd. Ongeveer een week is dat ongeveer. Om uh, te beslissen welke Pokémon ik moet nemen. Hint, hint. Ik wil Chimchar. Nee, dat maakt me in principe geen uit. Ik zeg alleen maar Chimchar is wel de meest OP-Pokémon. Omdat het een vuur-Pokémon is. Dus uh, ja, mijn third pick is ook niet slecht. Want de eerste uh, gym is een steen gym. Dus ja, Piplub is ook niet slecht. Dus in principe maakt het geen bal uit. En tegen de tijd dat wij um, echt bij de hogere gyms komen, zoals een gym dan zit ik wel te benen. Want daar had die gyms ja dus in overpas kunnen komen. Maar goed, dat maakt op zich allemaal geen bullshit uit. Dus ja, en als we voor chimcha gaan, dan vang ik heus wel iets van een bedoel of zo. Moet ik even kijken. Maar ja, wat ook het geval is, is je, dat lees ik nou ook. Al je Pokémon's moet je nicknames geven. Dus wat we gaan doen, dit klinkt echt super verhalend. We gaan alle Pokémon's naar eten vernoemen. Jee. Dus de ene heet Pudding. De andere heet Stroopwafel. De andere heet, heet, heet Bamibal Bal of zo. De andere heet Patatje Oorlog. De andere Kapsalon. De andere met kroketten. De andere weet ik veel. Dat maakt op zich maar helemaal geen zak uit. Dus. Um... Uh, ja, telkens mogen jullie nadeels vinden voor Pokémon. Ik heb daar niks over te zeggen. Dat mogen jullie doen. Dus um, ja, we gaan ook een systeem doen met zoveel likes voor de volgende episode. Want wel, ik denk dat dat wel aardig gaat werken. Want zo hou ik kant op mijn kanaal die jullie nog steeds leuk vinden. Dus. Um... Ehm, um, ja, 10 likes voor dus de volgende episode. En het geldt niet bij deze, want het geldt pas wanneer de playthrough is begonnen. Maar goed, jongens, ik ga het even hierbij laten. Mijn gelul is over voor vandaag. Best wel een lekkere lange video, Vijf minuten. Mijn god, jullie staren gewoon als een scherpje waar Pokémon-plaat in op staat. Maar, ehm, um, ja, jongens, laat even weten wat je hiervan vindt. Ik zet, by the way, onder iedere Pokémon-episode, inclusief deze, even een link naar de, ehm, um... Uh, ...ja, pagina... ...waar je de... Uh, ...ja, Nuzlocke Challenge... Uh, net mag al zelf kunnen nalezen... ...en even kunt checken... ...of ik niet aan het cheaten ben. Even kijken, ik zal nog even random kijken... Uh, die Pokémon... ...oh ja, als de Pokémon ook doodgaat van die route... ...als je hem zo per ongeluk dood hebt gemaakt... maar ik helemaal niks meer. De eerste Pokémon die je komt... Pff, ...de eerste Pokémon die je van die route tegenkomt... ...mag je vangen... Alles is het game over... ...mag je van die route geen Pokémon meer vangen. Je mag wat trainen natuurlijk. Oh zo. Oké. Okay. Dit is nog zoiets. Kijk, stel nou je hebt. Um, pokémons bij je. Je hebt vier Pokémons bij je. En er zitten. Nog Pokémons in de, in de box, zeg maar. Weet je wel, je, je opslag. Um, als je Pokémons in je eventueel dood zijn. Dan staat er ook. Ja, Ronald Blacked out en zo, bla zo. Bla, bla. Dan is het ook game overal. Heb je dus nog Pokémons. Dat mag ik nog even zeggen. Dus ja, maar goed, jongens. Tot de volgende keer. Dit is de echte afsluiting. Er zijn nog wel allerlei andere. Um... Um, ja, uh, regels als band potions of healing En healing items Dus um, ja, maar dat is ook gewoon, dat is weer de challenger Ik vind dit wel leuk, ik heb nog nooit een Nuzlocke challenge gedaan dus voor de eerste keer Maar goed jongens, het is al bijna op 6 minuten Oeh, Dus ik ga het hierbij laten, tot volgende keer uh, Laat een like achter als je uh, staat een popelende Pokémon te zien Dus ja, tot volgende keer Bedankt voor het kijken en ik zie jullie later Later mensen